Welkom bij Vlogmas! Yay! Wat is Vlogmas? Wij zijn een adventkalender. Dus dat is van? Van 1 tot en met 24 december. Krijg je elke dag een video van ons. Ja. En we gaan heel veel cadeautjes weggeven. Yay! Yay! Van onszelf, maar ook van bedrijven. We gaan namelijk de kerstgedachten gaan we aan jullie vertellen en hopen dat jullie daarin mee willen doen. En wat is de kerstgedachte? Kerstgedachte is help iemand anders. Geef, kijk om je heen en probeer te delen. En als je spullen niet nodig hebt, geef ze dan gewoon weg. Ja, want ik heb al mijn speelgoed uitgezocht en alles wat ik niet meer gebruik, geef ik aan de voedselbank. Heel goed, Tess. Goed bezig. Wat we ook gedaan hebben is, wat gaan we nog doen? Wij gaan onze kasten leeghalen en we gaan kijken wat we niet meer gebruiken. En dan hebben we het wel natuurlijk over de paardenkasten. Ja. En wat we daar niet meer van nodig hebben, dat gaan wij weggeven. En we hebben een aantal bedrijven die ons gaan sponsoren. Dus dat wordt heel erg leuk. Want als jij namelijk ook je kast leeg gaat halen, je paardenkast in dit geval dan, en die spullen in een doos naar ons opstuurt. Ik zal hieronder alle gegevens natuurlijk nog een keer zetten, maar je moet het in ieder geval sturen naar Postbus 2024 3140 Bernard Anton in Maassluis, naar Hart voor Paarden. Dan maak jij, als je dat doet, een kans op een cheque van 250 euro. En die wordt ter beschikking gesteld door Mobi Agenturen. En dat is van Montaar. Kan je dus bijvoorbeeld een hele mooie rijbroek uitzoeken. Of misschien wel 2 of 3. We gaan dus allemaal spullen inzamelen voor een goed paardendoel. En dan heb jij nou een goed paardendoel of ben jij misschien een goed paardendoel? Dan kun je een brief naar ons toesturen met daarin wie je bent of voor wie je die brief stuurt. En dat gaat naar hetzelfde postbusnummer. Dat moet wel voor 10 december. Ja. En dan kiezen wij uit al die brieven kiezen wij één goed paardendoel. Bijvoorbeeld paard zoekt baas is natuurlijk een goed paardendoel. Of maar Oude paarden. Ja, dus thuis voor oude paarden. Zit er in Soesterberg, weet ik. Er zijn in ieder geval een heleboel. Maar jullie mogen dus naar onze brief sturen naar welk goed doel wij al die spullen moeten gaan brengen. Want dat gaan wij natuurlijk wel doen. Ja. Alle spullen die naar ons toegestuurd worden, die gaan wij dan brengen naar het goede doel. En wat ook nog zo is, is dat onze sponsoren, die hebben dus ook allemaal cadeautjes voor jullie. En die gaan allemaal, wat gaan ze nog meer doen, Tess? Gaan hun zolders leegruimen. En de oude spullen, die gaan ze in een doos naar ons opsturen. En dan gaan we dat geven aan het goede paardendoel dat jullie uitkiezen. Maar dat betekent dus dat de bedrijven die we zo gaan noemen, die gaan dus grote schoonmaak houden. Ja. En allemaal spulletjes die ze niet meer nodig hebben, niet meer verkopen. Of uit oude collecties, of misschien wel de nieuwe collectie. En dat gaan ze naar ons opsturen. En dat gaan wij naar het goede paardendoel brengen. Samen met de spullen die jullie opsturen. Ja. En dan is het natuurlijk ook nog eens een keertje zo dat jullie allemaal cadeautjes kunnen krijgen. Daar moet je wel iets voor doen. Je moet abonnee zijn. Dat sowieso. En dan mag je moet iets voor iemand anders doen. Dat is heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Wat kan je voor iemand anders doen, Tess? Bijvoorbeeld voor je buurvrouw boodschappen doen. Of voor je moeder. Kan lekker ook. Chocolaatjes halen. Je kan ook gewoon iemand even helpen door in de bak poep te scheppen. Ja, of het stallen uit te mesten. Mag ook een stal zijn. Ja, of de gang vegen. Kan ook. Je of kan de ook kamer opruimen. Daar worden alle mama's blij van. Je mag ook de auto van je papa gaan wassen. Maar het is dus de bedoeling dat je iets voor iemand anders doet. Als je dat gedaan, als je iets voor iemand anders gedaan hebt, dan laat je dat onder de winacties in de reacties achter. Mag nu ook alvast hieronder, ja. Omdat we dan allemaal inspiratie op kunnen doen over wat jij al voor iemand anders gedaan hebt. En je moet even een kaartje naar ons toesturen. Ja. En daarop schrijf je je naam, je adres, wat je voor iemand gedaan hebt en voor welke winactie het is. We gaan namelijk een aantal winacties doen. Dus je moet wel zeker weten aan welke winactie jij mee wilt doen. Dus dat moet je er even op zetten. Ja. Nou, ta-ta-ta-ta-ta-dam! Dan nu de bedrijven die allemaal mee gaan doen. Applejack. Beter Batterij. Mr. Ed. Playmobil. Manege Middelf. Pukas. En niet te vergeten, Mobi Agenturen. En die is dus van Montar.
Tijdens Vlogmas komen er gewoon gewone video's, zoals zaterdag de weekvlog, zondag een video en op woensdag de livestream. Ja. Maar we gaan ook livestreams doen met andere paarden-YouTubers. Ja, dus dan kunnen jullie die paarden-YouTubers vragen stellen. En die gaan ook vertellen over hun eigen Vlogmas als ze daar aan meedoen. Van alle bedrijven die dus sponsoren, krijgen we dus aparte weggeefvideo's. En dan vertel ik ook precies wat ze weggeven en hoe je daar dan aan kan komen. En hoe wij dat op gaan sturen of gaan ophalen. Maandag tot en met vrijdag zijn alle video's om 7 uur 's avonds. En in het weekend? In het weekend zijn ze gewoon op 10 uur. Precies. Dus jullie krijgen alle video's die je gewend bent. Alleen komen er dan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag nog een video bij om 7 uur 's avonds. En de livestream die gaat ook verhuizen naar 7 uur 's avonds. Ja. Zowel de gaming video die Tessa en Rick altijd doen als de livestream met de YouTubers. We willen natuurlijk alle sponsoren nu al bedanken. Ik kan wel vertellen dat er misschien nog sponsoren bij komen. En die zien jullie dan in latere video's. Maar daar zijn we nog even mee bezig. Maar we willen in ieder geval natuurlijk bedanken Moby Agenturen van Montar. Bukas, die gaat 5 nieuwe dekens sponsoren. Applejack, Beter Batterij, Mr. Ed, Superstore, Manege Middelhof en Playmobil. Ja. Waar jullie ook even naar moeten kijken is naar Kim's Paardenwereld. Want die doet ook mee aan Vlogmas en die gaat ook allemaal spulletjes weggeven en inzamelen. Dus vergeet vooral niet even naar Kim te kijken, die zullen we even linken. Hier beneden. Ja. Hopelijk gaan jullie allemaal iets doen. Voor bijvoorbeeld je moeder, vader, buurvrouw, buurman, tante, oma, het maakt niet uit voor wie. Dank voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. En vergeet niet hieronder nog eventjes te kijken naar welke bedrijven allemaal meedoen. En dan komen ook linkjes naar hun Facebookpagina of naar hun website. En dan zien we jullie morgenochtend om 10 uur het gewone weekvlog. Ja. Tot morgen. Doeg.